Op naar het miljoen is de podcast waarin wij, Rowena en Melvin, jou meenemen op onze reis naar 1 miljoen euro. We delen wekelijks onze uitdagingen, successen en onze plannen om ons eerste miljoen te bereiken. Laat je inspireren over hoe geld voor jou kan werken door onze eigen ervaringen en successen. En als je denkt, hey, ik zou ook wel mee willen doen, download dan gratis ons e-book Op weg naar je eerste miljoen met duurzame verdienmodellen. Zodat je onze strategie kunt doornemen en zelf ook alvast kunt beginnen. Veel luisterplezier! Nou, welkom alweer bij een nieuwe podcast Op weg naar het miljoen. En in deze podcast nemen we jullie natuurlijk mee op weg naar het miljoen, letterlijk en figuurlijk. Wij gaan namelijk, dit jaar hadden wij namelijk als doel, of hebben wij als doel om een miljoen euro om te zetten. En we zitten al goed op schema, het is september. We zitten nu rond de 8 ton. Ik heb hier wel nog niet echt heel alle inkomsten bij opgeteld die bijvoorbeeld deze week zijn binnengekomen. Maar dat is even een grove bedrag dat we nu even hebben. Dus we liggen goed op schema. Maar om uiteindelijk die miljoen euro omzet ook daadwerkelijk te bereiken, zijn er wel bepaalde dingen die er gedaan moeten worden. Zoals kleine succesjes vieren, kleine mijlpaaltjes vieren. Want geloof me, je krijgt niet opeens tonnen binnen nu en een maand. Dat ga ik gewoon heel eerlijk zijn. Maar je kunt er wel echt naartoe werken. En in deze aflevering willen we je eigenlijk even een stukje terug meenemen in het proces. Om uiteindelijk, hoe wij bijvoorbeeld naar deze 8 ton zijn toegewerkt. Dus de kleine dingetjes, de kleine stapjes die er eigenlijk vooraf gaan. Dus we willen gewoon wat voorbeelden geven, zodat we je ook een beetje gemotiveerd kunnen houden. En ook laten zien dat, ook al zit je op dit moment in een situatie en je denkt van, die miljoen euro, ja, heel leuk Rowena, Melvin, dat jullie dat behalen, maar het is voor mij niet weggelegd. Of dat ziet er gewoon nu nog niet naar uit. En daar willen we je eigenlijk mee helpen. Want zelfs als het er nu nog niet naar uitziet, kan het allemaal binnen een jaar veranderen. En ja, we willen daarom in deze aflevering ook wat toelichten en ook wat voorbeelden laten zien, zodat jij ook gemotiveerd raakt en blijft, zodat je gewoon daarheen blijft toewerken en ziet dat het gewoon kan gebeuren. Melvin, ja. Kun jij misschien wat voorbeelden opnoemen van die kleine succesjes of die kleine stapjes? Ik zal even een stapje teruggaan. Dat wij, hoe wij onze verdienmodellen opbouwen, dat zijn duurzame, wederkerende verdienmodellen. Dat betekent dat we hebben bijvoorbeeld abonnementen of we hebben affiliate websites die regelmatig commissies opleveren. En door het stapelen groeit ons inkomen. Dus als wij meerdere websites opzetten, dan die elke maand een x-aantal commissies halen, dat stapelt zich op. Als we meerdere abonnementen verkopen, het stapelt zich op. Dus dat is voor ons eigenlijk de gouden tip. En waar veel mensen de fout, of tenminste waar veel mensen gedemotiveerd voor raken, is het begin. Hè? Ik heb ik verkoop websites voor €14,95 per maand. Nou, elke webdesigner, elke webbouwer zal daar zijn neus voor ophalen. Want ik denk van ja, €14,95 voor een website per maand. Maar het idee erachter is van dat een klant blijft. Er is een bepaalde lifetime value van een klant. Dus je wil dat een klant, stel dat hij 5 jaar klant blijft. Dat betekent dat je 5 keer 12 keer 14,95 verdient aan zo'n klant, aan die website. Terwijl je kosten lager zijn. Dus ja, 1 website verkopen, dat schiet inderdaad niet op. Maar op het moment dat jij een proces hebt en je kan ervoor zorgen dat je elke maand 20 websites verkoopt bijvoorbeeld, betekent dat je elke maand €300 aan abonnement binnenkrijgt. Dus de eerste maand heb je €300. Maand 2 heb je weer 20 nieuwe klanten, dus weer €300. Maar je hebt ook die €300 van de maand ervoor. Dan zit je ineens op €600. Nou, je kan zelf de rekensom maken. Maar in 3 maanden zit je 900, 4 maanden 1200. Dus het groeit best wel hard dan op een gegeven moment. En zo hebben wij eigenlijk al onze verdienmodellen. Dat voor heel veel mensen zal het heel zal het niet interessant zijn. Die denken, ja, €14,95 per maand. Paar tientjes per maand, een euro per maand. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, doordat het stapelt, wordt het een interessant bedrag. En zo, en in ons geval zelfs, dat we 1 miljoen omzet per jaar kunnen draaien.
Ja, en ik denk dat ook inderdaad geduld daar een schone zaak is. En inderdaad, als ik nog even terugga. Kijk, zelfs als je geen 20 nieuwe klanten iedere maand oplevert. Stel je voor, je hebt de ene maand heb je 20 nieuwe klanten of nieuwe abonnementen die je verkoopt. En de andere maand erop 3 nieuwe abonnementen. Weet je, vier ook die 3 nieuwe abonnementen. En ga niet Absoluut. de hele tijd denken, want kijk, we leven echt in de online wereld. Hebben we allemaal van die business coaches die al heel erg hameren op targets behalen. En dat je voor jezelf een target moet neerzetten. En als je die target niet gehaald hebt, dan moet je nog extra uren gaan maken. Weet je, het wordt er echt zo ingehamerd. En voor mij werkt het niet met die targets. Maar als jij bijvoorbeeld zegt van ik heb een target iedere maand 20 nieuwe abonnementen die ik wil verkopen en je haalt het niet, dat is ook gewoon oké. Als er maar groei in zit. Het is, kijk, als er opeens 20 nieuwe abonnementen binnenkomen en die 20 abonnementen zeggen op de volgende maand. Kijk, dan zul je eventjes moeten kijken van hé, hey, wat is er misgegaan? Maar als je die maand nog steeds die 20 abonnementen vast hebt en 3 erbij hebt. Hallo, er zit groei Ja, in. zit weer groei in, inderdaad. En dat is inderdaad, kijk, dan hebben we het nu inderdaad alleen over abonnementen. Daar zit ook nog een heel ander proces in. Hoe jij doorlopend abonnementen binnenhaalt, daar gaan we sowieso in de volgende aflevering wat dieper op in. Waarin de strategieën die wij hanteren, zodat we iedere maand nieuwe abonnementen kunnen verkopen. Echt een hele interessante aflevering wordt dat. Ook als je niet actief aan het promoten bent. Maar even terugkomend op die kleine succesjes. Al zodra jij groei ziet, ook bijvoorbeeld een website. Hè? Bijvoorbeeld, Melvin, jij bent helemaal into de affiliate websites. Kijk, jij hebt dan bijvoorbeeld een website aan een website gewerkt wekenlang. Hoe weet jij of hoe voel jij dit is een website die gaat werken? Nou ja, kijk, ik heb een bepaalde strategie die ik hanteer. En ja, er zitten eigenlijk steeds kleine tussenstapjes in. En elke keer als ik zo'n, zeg maar, het doel van het tussenstapje haal. En noem eens een doel, Nou ja, laat ik voorbeeld. zeggen, ik begin een website, een affiliate website. Ik begin met eerst na te denken, nou, waar zou ik nou een website in willen starten? En dat kan op de gekste momenten komen als ik tv zit te kijken, of als ik naar buiten kijk, of ik hoor iemand praten over een bepaald product. Dan denk ik, oh, wacht even, dat is wel een interessant product. Daar kan ik wel misschien iets mee, weet je wel. Of als wij op vakantie gaan naar een bepaalde stad of land, dan hebben we ook vaak of een hotel. Dan hebben we ook vaak van, nou, dan gaan we een affiliate website overmaken. Dus ja, dat komt op hele rare momenten. En ja, voor mij is het al, het eerste succes is al van als ik zoiets hoor en ik vind zoiets, dat ik denk van, oh, wow, dat is leuk. En ik zie ook nog dat er zoekvolume op zit en dat er mensen geïnteresseerd zijn. En dan denk ik van, oh, wow, dat is, weet je wel, het klinkt heel lullig misschien, maar het is wel een klein succesje. Dan denk ik, oh, ik heb iets te pakken waar ik geld mee kan verdienen. Nou, ik zet zo'n website op. Ik zie dat die door Google wordt geïndexeerd. Denk ik, nou, tweede succesje. Ik zie op een gegeven moment dat de eerste bezoeker erop komt. Nou, derde succes. Ik zie op een gegeven moment dat ik 10 bezoekers per dag heb. Nou, vierde succesje, weet je wel. Zo gaat het eigenlijk door. En als ik een commissie heb, weer een succesje. Weet je, voor mij is dat. Ik vind het. Nou ja, Ik voor die vind het. commissie nog even teruggaand. Voor die commissie begint, dan heb je eerst nog kliks. Kliks, klopt. Dus Ja, wat sorry. wij bijvoorbeeld inderdaad, wat wij gezien hebben, is dat bijvoorbeeld toen wij een affiliate website gingen starten, die had nog geen commissies die maand, maar hij had wel superveel kliks. En dat, kijk, je kunt bezoekers hebben, maar als ze nergens op klikken, dan werkt je verdienmodel op dat moment ook niet. Maar als jij bijvoorbeeld ziet van, hé, daar klikken mensen op bijvoorbeeld bepaalde links, affiliate links in dit geval, dat kun je bijvoorbeeld bij TradeTracker, bij TradeDoubler, je kunt overal de kliks meten. Dat zijn ook gewoon kleine Nee, stapjes. inderdaad, inderdaad. En dan, ja, weet je, dan zie je dus eigenlijk steeds, je weet gewoon als weer een klein doel gehaald is, dat het grote doel eraan zit te komen. Dat Ja. je de richting het grote doel gaat. Hè? Dat betekent gewoon geld verdienen, in dit geval. Commissies binnenhalen. Je weet van, nou, er komen nu bezoekers op. Dan denk je, oké, de volgende stap is, komen de kliks. Ja, er komen kliks en dan ga je kijken, is het gewoon commissie? Nou, weet je, op een gegeven moment komt er ook een commissie. En soms zou je wat dingen bij moeten stellen. Hè? Soms denk je van, nou, er komen wat bezoekers op. Misschien het is nog niet genoeg. Dus wat moet ik doen? Moet ik meer content plaatsen? Moet ik meer content verbeteren? Moet ik dingen Ja. optimaliseren? Soms zie je dat er kliks komen. Sorry, maar geen commissies. Is misschien de call to action niet goed?
Er staan niet genoeg call to actions op. Weet je wel, ja, en dan ga je experimenteer misschien ook met de knoppen, de kleurenknoppen. Ja. Ja, als je bijvoorbeeld ziet dat er heel vaak geklikt wordt op een bepaalde knop of op een linkje, dan kun je misschien denken van, hey... Ja, of misschien is jouw affiliate partner niet goed, dat je doorverwijst naar bedrijf X en bedrijf Y doet dat veel beter. Ja, dat kan ook. Een voorbeeldje bijvoorbeeld... Jij gaat naar een hele onbekende webshop linken, terwijl je misschien naar bol.com had gelinkt, was de conversie misschien hoger omdat mensen vertrouwd zijn met bol.com. Correct. En ze weten dat de spullen tenminste binnenkomen en van die webshop waar ze nog nooit van gehoord hebben. Ja. Dat is even onze voorbeeld. Absoluut, absoluut. Maar zo heb je een heel eigenlijk een hele keten van kleine mijlpalen. Die mijlpaal op zich is niet interessant. Hè? Dat er 10 bezoekers per dag opkomen, ja, ook wel leuk. Dat er 100 kliks zijn, ja, leuk. Maar uiteindelijk draait het erom dat er commissies komen. Het begint ook vaak met de kleine bedragen. Want ik zeg ook altijd, dat heb ik ook in mijn boek Happily Rich gezegd, van je moet die kleine bedragen ook leren waarderen. Want uiteindelijk, je kunt niet naar 1 miljoen euro gaan groeien. Als je hebt uiteindelijk, kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe onze 1 miljoen euro is opgestapeld. Ik verkoop niet echt, of wij verkopen niet echt iets van tienduizenden euro's. Ja. Dus bij ons is het vooral een opstapeling, wat jij zegt, van verschillende verdienmodellen. En wij verdienen geen tonnen met 1 website of tonnen met 1 Etsy shop. Nee, dat het een ton is, zeg maar, helemaal... dat bestaat gewoon uit zo'n kille bedrag, om het even zo te zeggen. Mijn moeder moet ook altijd lachen, want dan komen altijd van die bedragen op mijn op de bankrekening. En ze moet altijd zoeken, waar komt dit nou weer vandaan? Waar komt dat nou weer vandaan? Wat is dit nou weer? En dan zie je in de cijfers dat het bijvoorbeeld die maand 60.000 euro in totaal heeft opgeleverd. Maar je ziet niet van, het zijn allemaal kleine bedragjes die binnenkomen. Ja. En als mensen dan tegen mij zeggen, ja, mijn Etsy shop draait wel, maar ik krijg allemaal van die kleine bedragen. Dan denk ik, jeetje, meet het eens over een jaar. Ja. Want al die kleine bedragen zul je zien. Kijk, stel je voor, je hebt in 2024 een Etsy shop geopend. En je hebt allemaal kleine bedragen ermee verdiend. Je keert het uit. Ja, goed, je hebt weer 40 euro uitgekeerd gekregen. Je gaat 100 euro uitgekeerd krijgen of 37 euro. Maar als je in 2025 eens teruggaat naar wat jouw shop in totaliteit heeft opgeleverd. Ja. Dan schrik je misschien wel van het bedrag. Denk je, oh, die kleine bedragen... heeft wel een paar duizenden euro's in totaal opgeleverd. Ja, en dan ga je het proces ook wat meer waarderen. Ja, en ook als je die Etsy shop hebt... en stel eens dat je er nog één opstart. Ja. En nog één. En uiteindelijk 10 doet. Dan gaat je bedrag, dat kleine bedrag, dan keer 10. Want dat is eigenlijk wat wij doen. Maar je ziet het eigenlijk niet. Wat wij heel simpel doen is gewoon... wij hebben een verdienmodel. Hé, dit werkt. We gaan meer van dit verdienmodel gaan we opzetten. Hè? Ja, dus een voorbeeld met meerdere affiliate websites. Ja, bijvoorbeeld een affiliate website op een Etsy shop... Nou, die verdienen misschien een paar tientjes, sommige 100 euro, weet je wel. Maar dat doen we dan keer 10 of keer 100. Ja. En daardoor wordt het een groot bedrag. En dat we nog weer een ander verdienmodel opzetten, doen we hetzelfde principe. En daardoor komen die grote bedragen uiteindelijk. Ja, want eigenlijk zijn onze websites niks waard als je ze los van elkaar bekijkt. Nou, niks waard wil ik niet zeggen. Maar... Oké, maar goed, het is niet interessant voor iemand. Je kan er niet van leven. Als ik bijvoorbeeld kijk naar die voedingskleding webshop. Nou ja, goed, die levert een paar tientjes op per maand. Het is niet interessant. Maar het is wel zeg maar een onderdeel van ons hele grote imperium, om het even zo te zeggen. En zo'n imperium opbouwen kost ook echt tijd. En ik zeg ook niet, wij zijn in januari niet begonnen, hè. Tot nu eind september. Ik bedoel, we hebben het nu wel echt, als ik even rewind ga, dan zit het 2022... Alles wat wij toen hebben opgezet, we zitten nu in 2024, alles wat we in 2022 hebben opgezet en in 2023, dat is waar we in 2024 de vruchten van plukken. Ja, maar eigenlijk daarvoor al, hè, dat je... Nou ja, goed, als ik even in mijn eigen ervaring... Nee, maar goed, ook over jouw ervaring. Je bent 8 jaar geleden al begonnen met bloggen, dus dan heb je al... Dan maak je al meters in bepaalde dingen. Dan leer je al bepaalde dingen. Ja, goed, maar Etsy was voor mij helemaal nieuw sinds 2 jaar geleden. Ja, maar goed, je hebt wel het principe van online geld verdienen. Daar ben je al mee bezig geweest. En dan, dat heeft het misschien geen geld opgeleverd. Of misschien beperkt geld. Maar je ziet wel van, oké, dit werkt, weet je wel. Of dit werkt niet. En zo ben je wel aan het experimenteren. Waardoor je nu staat waar je nu staat. Ja, dat klopt ook wel weer, ja. Maar inderdaad, als ik echt kijk van wanneer ben ik echt actief begonnen met die verdienmodellen, dan is het echt al 2022. Ja, er is al een heel mooi plaatje van man die in een mijn zit te hakken. Die vlakbij het goud komt en dan stopt, weet je wel. Terwijl ja, dat is het ook echt. Je moet op een gegeven moment, je moet gewoon gestaag door blijven gaan. En uiteindelijk komt de beloning. En misschien begint het met een heel klein goudklompje. Hè? En uiteindelijk komt er een grote berg uit. Maar het komt wel een keer. Als je door blijft. Ja, ik denk dat je er inderdaad in en blijft de juiste geloven. Dingen blijft. Ja.
En ik denk inderdaad, die kleine stapjes zijn sowieso belangrijk. Want het is niet dat jij opeens morgen wakker wordt en dan opeens 20.000 euro op je rekening krijgt. En je ziet het groeien en je ziet het vaak niet eens gebeuren. Klopt. En dat is wat ik zelf ook ervaar. Want als ik dan bijvoorbeeld zie op mijn bankrekening dat er 60 of 70.000 euro, of vorige maand was er zelfs 160.000 euro gekomen. En als ik het dan ga splitten waar het allemaal vandaan komt, dat is echt voor mij niet te doen. Maar je ziet gewoon dat het vooral uit kleinere bedragen bestaat. En vaak ook van dingen, van shops of websites waar je helemaal van vergeten bent dat je het überhaupt een keer hebt opgezet. En dat is waar je uiteindelijk naartoe wil werken. Nou ja, En dat goed. gebeurt niet in een nu en een paar maanden, misschien wel 1 of 2 jaar, maar het gebeurt wel als zolang jij consistent blijft, ja, in stappen zetten. Ja, klopt. Vorige week krijg ik een commissie van 106 euro op een wintersportwebsite die al 6 jaar online staat, weet Het je. is bizar Ja, eigenlijk. dus dat, ja, goed, dat is niet een heel groot bedrag, maar het is toch, weet je wel, als je meer van dat soort sites hebt, dan zie je ineens, oh, daar komt 100 euro vandaan, daar komt 50 euro vandaan, daar komt 20 euro vandaan. Allemaal die kleine stapjes die uiteindelijk zorgen voor het grote geheel. Ja, en dan opeens over 1 jaar zit je en dan denk je, oh, er komt weer wat binnen. Oh, waar is het van? Oh, geen idee. Ja. Want ik heb nu ook heel vaak, nu krijg ik vandaag ook weer een mail. Ja, er wordt 80 euro uitgegeven. En denk, van wat? En dan kijk ik en dan denk ik, oh ja, dat is van een affiliate programma dat gekoppeld staat met dat wat ik in 2022 ooit gedaan Ja. heb. En dan denk ik van, dit is wat ik wil zeggen, van het geld loopt echt door zodra jij zaadjes aan het planten bent. Maar je moet wel echt jezelf gemotiveerd houden en ook die kleine stapjes ook leren waarderen en die kleine bedragen leren waarderen. Dat is zo belangrijk. En ook nog voordat je een bedrag binnenkrijgt, dat hele proces moet je gewoon leren waarderen. Nou ja, inderdaad. Als het samen mag vatten, dan is het van, kijk, die kleine stapjes, vier ze. Want uiteindelijk kunnen het tot iets groots leiden. Al die kleine mijlpalen, al die kleine bedragen die binnenkomen, dat leidt uiteindelijk ertoe dat je iets groot, een groter geheel krijgt. Ja, en heb geduld en vertrouwen, hè. Dan even terugkomen op die meme die jij zag. Dat plaatje met die man die aan het hakken was. En dan zie je daar dat goudmijntje liggen. En dan hij loopt eigenlijk terug omdat hij gewoon geen zin meer heeft. En dat somt het eigenlijk wel helemaal samen. Want al het harde werken levert uiteindelijk veel geld op. En dat zie je misschien nu niet. En nu denk je misschien van ja, misschien is die man ondertussen al heel veel kleine dingetjes tegengekomen. En denk van nou, hier doe ik het niet voor. Ik wil voor het grote gaan. Maar totdat je door blijft gaan met hakken in dit geval, door blijft gaan en de kleine dingetjes leert waarderen, de kleine stapjes leert waarderen, dan pas kun je echt bij de grote goudmijn komen. Absoluut. En zo is ook onze reis nu naar 1 miljoen euro en hoe wij dit jaar überhaupt 1 miljoen euro kunnen hebben, want we verkopen geen grote trajecten van 10, 100, 200.000 euro. Nee, voor ons is het ook een proces geweest dat we een jaar dat draaien we een paar 10.000 euro's en op een gegeven moment draaien we 100.000 euro's. En ja, nu zitten we op het punt dat we naar een miljoen toe gaan. Ja, zou ik het ook niet had verwacht hoor. In ieder geval niet met de verdienmodel die ik had, omdat er inderdaad zo'n kleine bedragen binnenkwamen. Denk, hoe de F ga ik er hier überhaupt miljoenen mee verdienen? Ja. Maar alles is mogelijk, dus heb geduld, heb vertrouwen en het begint allemaal met kleine stapjes. En in de volgende aflevering gaan we het ook over iets heel interessants hebben, we hadden het al even gezegd. Maar hoe je er zo voor zorgt dat jij gewoon klanten of geld kunt binnenkrijgen zonder dat je actief bent op social media. En het wordt een hele interessante, want ja, ik ben op dit moment al 2 weken geschorst van Instagram. Dus ik kan beamen dat wel alles wat we nu gepland hebben ook daadwerkelijk ten goede komt. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal te vertellen hebt. Ja, en jij? Want jij hebt Nee. helemaal geen Instagram en je verdient geld. Dus Dat is waar. tot de volgende aflevering en dankjewel voor het luisteren. We hopen dat je genoten hebt van deze aflevering en dat we je hebben kunnen inspireren met onze gedeelde ervaringen, lessen of successen. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast, zodat je nooit een aflevering mist. En als je zelf aan de slag wilt met duurzame verdienmodellen, waarbij je geld voor jou kunt laten werken en ook zelf op weg kunt naar jouw eerste miljoen, download dan ons e-book Op weg naar je eerste miljoen met duurzame verdienmodellen. Hierin delen we tal van tips en tricks over de verdienmodellen die wij implementeren. Tot volgende week!